morning! Het is vandaag maandag en ik heb vanaf vandaag besloten om weer even goed te gaan letten op mijn gezondheid. Dus daarmee bedoel ik wat ik eet, suikers skippen, of in ieder geval snacks skippen. Wat meer letten op groente, fruit, dat ik dat gewoon voldoende binnenkrijg. En ik ga weer even proberen wat meer te bewegen. Want de afgelopen weken waren best wel hectisch. En ik was vooral heel erg gefocust op de studio, mijn werk, gezin, de kinderen. Vanaf vandaag dacht ik, we gaan gewoon weer even terug in die routine waar we in zaten. Waar ik plots uit was en waar ik gewoon heel graag weer in terug wil komen. Want ik voel me super moe de laatste tijd. Ik merk gewoon aan mijn lichaam dat ik niet lekker in mijn vel zit. Ik wil gewoon even weer, ja, gewoon terug naar die fase van mijn leven, zeg maar. En dat was in de zomer echt volop lekker aan de gang. Maar nu, sinds ik denk september tot nu ongeveer, dat ik daar weer echt helemaal uit ben gevallen. En ik wil gewoon even terug in die routine. Omdat ik me dan ook stukken beter voel. En het is gewoon ook beter, denk ik, voor mijn energie. Want die is echt very low op dit moment. En dan slaap ik natuurlijk ook niet super goed. Want Lori die komt nog wel eens in de nacht bij ons. Tenminste, die huilt dan en dan word ik wakker. Moet ik soms naar haar of ze komt bij ons liggen. Maar ja, ik merk gewoon dat ik echt veel minder lekker in mijn vel zit. Doordat ik veel meer troep eet en ook weinig beweeg. Dus we gaan dat gewoon weer even helemaal terug in die routine proberen te krijgen. Ik ga nu allereerst mijn dag beginnen met een protein smoothie. Wat ik eigenlijk altijd maak. Dat is met een bevroren banaan. Die zit er al in. Die heb ik dus uit de vriezer gepakt. Het ziet er echt heel vies uit dit. Die doe ik erin. Een beetje sojamelk. En dan pak ik ook mijn scoopje vanille whey erbij. En heel veel mensen vragen altijd dat ik gebruik. Dit is echt, oh, jullie zien de voorkant niet, mijn all-time favorite. En natuurlijk zou ik me nog niet zijn als hier weer één grote puinzooi gemaakt is na het blenden van mijn smoothie. Ik weet niet waarom dat hier ligt. Dit kan in de koelkast. Ik heb zojuist een pakket binnengekregen waar ik echt heel blij mee ben. Want ik zat hier op te wachten. Namelijk nieuwe producten van Burga. En Burga is een merk die verkoopt telefoonhoesjes in verschillende designs die ze zelf ontwerpen. Maar ook laptopcases, notitieboekjes. En ze hebben ook van die hele handige ringholders. Deze, die klik je zeg maar op je telefoon aan de achterkant. En dan kan je je telefoon zeg maar als standaard gebruiken. Je kan hem zo neerleggen dan als je bijvoorbeeld een video wil kijken of als je een Zoom call hebt. Je kan hem ook zo neerzetten. Dus eigenlijk op verschillende manieren kan je hem zeg maar vastklikken aan je telefoon. En ik heb deze uitgekozen. Dit is de Tough Case in een hele mooie rode, ja, ombre-achtige kleur. En ik dacht hoe leuk als ik die match met mijn laptopcase. Dus ik heb hem net hier eventjes opgeklikt. En dan heb je dus aan de bovenkant en aan de onderkant bescherming op je laptop. Ik heb hier ook nog deze cherry variant van Burga. Dit is dan ook een tough case. En dan hebben we ook nog deze. Dit is een elite case. Die heeft net iets meer, ja, details zeg maar erop zitten. En hier ook die gouden rand erop. En dan heb ik ook nog een notitieboekje uitgekozen. Want die vond ik er ook super chic uitzien. En mijn notitieboekjes liggen allemaal op kantoor. En ik wilde er nog even eentje voor thuis. Dus ook hier ben ik mega blij mee. Het is best wel een dik blok ook waar je dingen in kunt opschrijven. Dus nieuw boekje, nieuwe hoezen. Ik ben weer helemaal ready voor de komende tijd. Ik ga denk ik deze nog even switchen met deze. Zodat jullie ook kunnen zien hoe die erop uitziet op mijn telefoon. En dan hebben jullie ook een beter beeld bij hoe deze eruit ziet met de telefoon erin. Oké, deze vind ik ook echt te cute. Met kerstjes erop en zwart. En dan ja, gewoon heel clean verder. Helemaal blij mee. Misschien dat ik deze nu wel erop laat. Want ik vind deze eigenlijk ook wel heel leuk matchen met mijn laptop. Dus dat is alles wat ik heb van Burga. Ik zet ook even een kortingscode voor jullie hier in het scherm. Mocht je iets hebben gezien waarvan je denkt van nou dat wil ik ook bestellen. Maak er gebruik van. Want die code is geldig tot 3 december. Het is een mega Black Friday discount. Dus ik zou zeggen mocht je iets willen bestellen doe dat dan zo snel mogelijk. Want het is dus tot de 3e van december mogelijk met deze code. Dus ja, code hier en in de beschrijving ook nog eventjes voor jullie om het makkelijker te maken. Oké, het huis is helemaal opgeruimd. Ik heb in de tussentijd even kip in de oven gezet voor het avondeten. Broccoli is hier aan het stomen. Dat eten we dan vanavond met patatjes erbij. En ik eet dan ook nog aardappelpuree, want dat vind ik net even iets lekkerder dan patat. Dus dan is dit in ieder geval vast klaar. En dan hoef ik daar straks na te sporten niet meer over na te denken. Nou, stilte voor de storm. Het is nu nog netjes. En ik weet dat als de kinderen straks komen, dan is het weer helemaal overhoop. Maar ik geniet nog wel echt intens van deze nieuwe bank trouwens. Die heb ik jullie nog niet laten zien in de vlogs.
poef. Die hebben we nu even als tafel. We willen nog een nieuwe salontafel, maar voor nu vind ik dit wel even prima. En ja, dit vloerkleed van hun is ook echt fantastisch. Ik krijg er ook heel vaak vragen over. Die hebben we ook in de studio. Maar ik ben hier echt heel erg blij mee. Ik moet nog wel even wat nieuwe kussentjes en zo bestellen. Dat alles gewoon wat meer af is. Maar in ieder geval is dit nu wat we hier nieuw hebben staan. We hadden dus eerst die meer, ja, rechte bank. En nu dus deze. Oké, de meid heeft zich omgekleed. Ik heb een topje aan van Temu. Vest is van Voor Amsterdam. Mijn legging is van Bo&T. En dan heb ik daaronder mijn Adidas Campus aan. En nu ga ik snel naar de gym om even een uurtje, of misschien drie kwartier te sporten. En daarna gaan we de kinderen ophalen. Het eten is al klaar, dus dat scheelt. Dus let's go. Slaapje tijd, hè? Wil je in bed leggen? Wil je jou in bed leggen? Ga maar liggen. Liggen? Zo. Goedemorgen. Het is de volgende dag. Ik heb net even ontbijt klaargemaakt en voor mezelf wat fruit. Ik heb nog niet echt trek zo vroeg. Het is echt 5:45 of zo. Dus ik ben net opgestaan puur om twee even te helpen met zijn ontbijt. Want hij eet zo slecht de laatste tijd. En ik maak me daar een beetje zorgen om. Dus ik fix even zijn dingetjes. En dan hoeft hij er zelf niet over na te denken. En dan ben ik zelf ook gelijk vroeg wakker. Want ik wil zo meteen naar de sportschool. Maar dan moet ik wel gewoon op tijd gaan douchen en mezelf omkleden. Voordat de kinderen wakker worden. Want anders wordt het altijd weer haasten. Dus ik ga mezelf nu klaarmaken. In de tussentijd mijn vitamintjes naar binnen werken. En dan ga ik de kinderen ook zo meteen aankleden en klaarmaken voor school. En Lori die gaat zo meteen naar mijn schoonmoeder. Dan kan ik sporten naar mijn werk. En daarna om 2:00 weer de kinderen halen. Dus zo wordt mijn dagindeling. Dus oké. Even douchen en eten. Oké. Vitamintjes en mijn water mee naar boven. Oké, ik kom net onder de douche vandaan. Ik heb nog geen parfum opgedaan, dus dat ga ik even doen. En dan ga ik de spullen van de kinderen beneden klaarzetten, want ze slapen nog. Daarna hun spullen pakken, aankleden, wegbrengen naar school. En dan breng ik ook gelijk Lori even naar mijn schoonmoeder, zodat ik direct kan sporten. Ik ben nog niet helemaal wakker. Ik merk dat ik nog steeds een beetje last heb van mijn keel ook. Het loopt echt al een beetje de hele week, zeg maar, dat je er tegenaan loopt te hikken. Maar ik heb Coldrex ingenomen en goed water gedronken, dus ik hoop dat het weer een beetje weggaat. Maar ja, in ieder geval lekker even bewegen straks. En eerst parfum doen voordat ik het vergeet. Ik doe vandaag deze geur op van Born to Stand Out, Sin and Pleasure. Die is zo lekker. Als je zeg maar houdt van Killian, Love Don't Be Shy. Of nee, niet Love Don't Be Shy. Jawel, Love Don't Be Shy. En Angel's Share van Killian. Montal, Paris, Tonka en zo. Dat soort geuren. Dan hou je sowieso ook van deze. Hij is een beetje zoetig, maar ook wel, ja, wat zit er allemaal doorheen eigenlijk? Ik weet het niet, maar hij is echt heel lekker. Dus als je een keer in een skins bent of zo, dan zou ik zeggen, ga deze ruiken. Hij is volgens mij ook vrij nieuw toen we daar kwamen. Toen zei ze dat. Oh mijn god, jongens. Ik ben net terug van de sportschool. En ik zag dus laatst op TikTok dat mensen dadels hadden gemaakt met daarin roomboter. En ik heb het net geproefd. Het is echt niet normaal lekker. Het is zoiets simpels, maar het geeft de dadel net even iets meer moois of zo. Waardoor die gewoon, ik weet niet, het is gewoon lekkerder te eten op die manier. Dus ik ga nu een paar dadels maken met de roomboter erin. Pindakaas ben ik niet zo weg van in dadels. Dat is natuurlijk ook wel echt super moisty, maar deze vind ik toch wel echt lekkerder, deze trend. En het ging helemaal viraal op TikTok, dus ik dacht net, oh mijn god, ik wil gewoon even iets eten met dadels. En toen dacht ik, oh ja, ik kan er nog wat roomboter op doen. Dus ik pak er 4, dat vind ik wel genoeg. En dan gaan we dat even lekker opsnacken. Een beetje roomboter erin. Volgens mij is het ook vet lekker als je er nog iets van kaneel bij doet of zo. Zullen we dat eens proberen? Of dat lekker is. Oh, dat is super mooi. Ja, we zijn vet. Oké. Wauw. Nou, ik heb 2 buurmeisjes hier vandaag de hele middag gehad. En ze hebben allemaal een mooie masker op gedaan. Dat moest ik even laten zien, hè? Ja. Jij bent? Bel. En jij bent? Sneeuwwitje. Sneeuwwitje.
En jij? Diana. En nu gaan we mama laten schrikken, toch? Ja. Ik heb mijn voeten. We gaan nu naar hun huis lopen en dan gaan we mama even laten schrikken. Oké, hebben jullie allemaal schoenen aan? Nee. Je rit stift? Oké, wacht. Moment, ik kan niet alles tegelijk. Kom. Rits. Oké. We eten vandaag Hollandse pot. Ik heb gehaktballetjes gemaakt met stampot. Andere Polly is ook weer thuis. Lori. Lori. Oh, vervelend al die kusjes. Oh, kom je direct naar me toe. Hey, schatje. Had je me gemist? Oh, wil je even hier zitten? Wie is dat? Wie is dat? Ze kijkt helemaal met haar mond open. Wie is dat? Lori. Lori op de filmpje, hè? Hey, gooi je. En terwijl de kinderen lekker liggen te slapen, of tenminste twee zijn nog bij ze in de kamer, ga ik heel even mijn to-do's uitschrijven voor morgen. Ik vind het heel fijn om dingetjes op te schrijven. Deze heb ik jullie al eerder in de vlog laten zien. Dit is een notitieblokje van Burga. Echt super mooi en stevig. En ja, die ga ik nu even invullen. Ook mijn laptop hier en mijn telefoon. Ik had jullie deze ook al eerder laten zien. Ik ben hier echt zo blij mee. Nogmaals, vergeet niet dat je dus mijn kortingscode kan gebruiken. Die zet ik ook even in het scherm erbij hier. Mocht je iets willen bestellen bij Burga, bijvoorbeeld een iPhone case of een laptop hoes of een ringholder of een notitieblokje. Ze hebben echt van alles. Super mooie ontwerpen ook. Ik ga dit even invullen. Dan is mijn hoofd weer even leeg, want het zit zo vol. Niet alleen met snot, maar ook gewoon met dingen die ik moet doen morgen en overmorgen. Dus dat wil ik even uitschrijven. Ik heb ook zo'n planner in mijn telefoon. Maar toch werkt zo'n notitieboekje wel echt heel fijn en super ouderwets. Maar ik ben wel echt van het afstrepen, zeg maar. Dus dat ga ik even doen. En daarna ga ik lekker even douchen. Mijn kwasten wassen. En in huis moet ik echt ook even opruimen. Maar wat ik al zei, ik voel me niet heel lekker. Dit begint gewoon wat meer vol te zitten. Mijn holtes. En ik denk dat ik gewoon te weinig slaap heb gehad de afgelopen dagen. Waardoor mijn weerstand nu een beetje omlaag is. Dus veel extra vitamines innemen. En straks even een Coltrex, want dat werkt bij mij ook echt top. En dan op tijd slapen. Want Wayne en ik slapen echt veel te laat. En dat is gewoon überhaupt niet goed voor je. En al helemaal niet als je nachten ook worden onderbroken door kinderen. Dus oké. Ik ga dit invullen. Ik ga heel even wat kwasten wassen. Want dat heb ik echt al heel lang niet gedaan. Dus ik ga even wassen met zeep. Ja, ik denk dat het wel weer even goed is voor mijn huid om schone kwasten te gebruiken. Het is gewoon iets wat ik eigenlijk iedere 2 tot 4 weken zou moeten doen. En niet 1 keer in de 2 maanden. Wat ik nu heb gedaan. Maar goed, dan gaan we even verandering inbrengen. En ik heb normaal gesproken zo'n zeepblokje, zeg maar, hiervoor. Maar die is op, dus ik gebruik nu gewoon even een face wash. Olie-achtig spul. Om het even los te weken. En dan gebruik ik daarna de zeep. Om met schuim nog even alles eruit te spoelen. En dit werkt eigenlijk wel toe. Oké, die zijn ook weer schoon. En nu ga ik lekker douchen. En mijn kleren maken voor bed. Nou, Sneeuwwitje ligt lekker in bed. Mm. En doe je niet. Nou, doe even normaal. Wat ben je allemaal aan het doen? Jezus. En Dwayne kijkt voetbal, of course. En ik ga mijn vlog editen, zodat ik hem morgen online kan zetten. Mm-hmm. Dit was echt een verschrikkelijke vlog. I'm so sorry, de volgende wordt beter. Dan hoop ik dat ik me ook gewoon wat beter voel. Waarom zeg je yeah, yeah, yeah? Nee, daar, commentaar. Ja, oké, het zal wel. Thanks voor het kijken in ieder geval. En tot de volgende keer. Bye.